Deze nieuwsuitzending is ontzettend leuk weer. Want wat heeft meneer Periwinkel voor elkaar gekregen? Ik heb mijn dochter in een voormalig kraakpand een versie van de Bijbel, namelijk de goede versie, waar 407 jaar lang geen iota aan is toegevoegd, nog is weggenomen. En zij heeft die Bijbel in ontvangst genomen. Ik zei nog, raak hem niet kwijt, voordat ze hem in haar rugzak zou gaan stoppen. En op dat moment donderde dat ding uit het kartonnen hoesje op de grond. En ik zei tegen haar, dat is een goed begin. En trouwens had toch al bijna als een speenvarken gekreeuwd. Ik wil dan nog geen Bijbel lezen. Het is jammer, maar helaas, het is mij gelukt. En vanaf nu ga ik haar pesten. Ga ik haar elke keer, dan ga ik er toch iets over vragen. Want, ik heb haar ook laatst een boek gegeven van Charles Bukowski. En dat is natuurlijk ook leuk, maar dat is alleen maar lectuur. Het is gewoon geinen om andermans ellende. Charles Bukowski was zoiets als Job op de vuilnisbelt. Alleen niemand ging bij hem op bezoek. Dat vond hij maar goed ook. Charles Bukowski dan, hè? Job was wel blij met dat bezoek. De Bijbel, dat is a whole lot of difference. Lectuur, literatuur, het is geen lectuur. Of, nou ja, het is ook een lectuur. Het is een lezing, een lecture. Een lezing van hoe het zit. Ja, maar Perry, hoe kan je nou weten hoe het zit? Vertel er eens wat meer over. En trouwens, ik wil er niet naar luisteren. Want als ik weet hoe het zit, dan weet ik nou hoe het afloopt. Ik heb liever dat ik niet weet hoe het zit. Bij nader inzien zijn de mensen echt om te lachen. Ja, maar ik klaag liever over Joden. Ik ga bij de witte nationalisten. Wat zielig is. Ik weet wat zielig is. Ik ben erbij geweest. Ik heb gedate met een... echt een blonde chick. Zo'n pure blonde chick. En die had eerder haar rijbewijs dan ik. Nou, dan voel je de feministische relatie al. En dan was ik daar bij haar. En dan mocht ik in haar bed slapen. Allemaal heel gezellig. En toen vond men dat ik overdag wat moest gaan doen. En ik moest mee met, dat was niet haar, dat was haar pleegvader. Want de echte vader die was pleitie en de moeder had een nieuwe man. En die rookte en dronken wijn samen. En hij rookte sigaar en zij rookte als een schoorsteen. Wat er maar te roken viel, dat maakte haar niet uit. Hij was zo'n sigarenpaffer. En die was dierenkeurder. En ik mocht hem mee op keuringsdag. Daar kwamen we in Maren terecht. En heel erg, dat is vlakbij het station. En gelukkig is dat gebouw inmiddels gesloopt. Zodat ik niet meer weet wat ik heb meegemaakt die ochtend. Dat er een vrachtwagen kwam met allemaal varkens. En hij als een dokter mengelen tussen die varkens door. En die zei van ja, deze is ziek en die is ziek. En in die ochtend was er geen enkel varken ziek, dus ja.
Wat gebeurt er met een gezond varken? Knor, knor. Ja, dat is zielig voor die varkens. Die vragen daar niet om. Om nog voordat ze gekeeld worden, nog eventjes in maren te worden uitgelaten uit de vrachtwagen. En allemaal, doorlopen naar de dokter, want die moet gaan keuren of jullie nog wel gezond zijn. Kijk, dat is zielig, ja? Voor die varkens. Ja? Het is ook zielig voor ons. Dat is ook heel zielig voor mij. Dat ik dat moest zien. En gelukkig is dat overplaatsstation, dat ligt nu ergens, weet ik veel. Hebben ze heel handig met logistiek en DHL of zo. Is dat allemaal verplaatst. Wat stom is. Er is een varken die lekker vrij is. Hè? Nou, dat kan natuurlijk niet in Nederland. Hè? Een vrij varken, dat kan niet. Hè? Maar stel, je bent een vrij varken en nou, af en toe heb je zo'n varkensvrouwtje en denk je hoppen de poppen de pop en een beetje vroeten in de grond. Hè? En je gaat vrijwillig naar Maren. Yo, ik ga even naar de dokter om te laten zien of ik gezond ben. Dat is echt stom. Ja, sorry voor mijn fantasie. Ja. Het is toch echt wel ongeveer zo, hoor. Er zijn maar twee dingen. Dat is leven en dood. Ja, maar Piggy, er zijn ook kiezelstenen. Ja, precies. Oh. Als jij seks wil hebben met kiezelstenen, dan ga jij morgen lekker met je lul in een bak met grind. Kijken of dat lekker is. Jo, het kiezelsteen, kom op. Ik ga het niet verder uitwerken. Een leven en dood, daar gaat het toch om. Ook in het hogere. Het ultieme onderscheid. En materie is dood en slecht. Daarmee. En leven is goed en geweldig. En kan je met een vrijmetselarij, want dat is het probleem van mensen die de Bijbel niet lezen. Dat het is net als een schip zonder roer. Of kiel. Als je geen Bijbel leest. Ja, maar snorrie. Waar ben je dan? Dan ben je ontvankelijk voor elk dogma. Dan denk je, oh wat leuk, dit is wat nieuws. En dan ga je wat anders doen. Of nog erger, je doet helemaal niks. En dan een beetje klagen over het communisme. Ja, ik vind het communisme bij nader inzien eigenlijk helemaal niks. Ja, dat lijkt je van tevoren kunnen weten. Als je de Bijbel had gelezen. Hij die niet werkt zal niet eten. Erg belangrijk. Ja, maar Piggy, dat betekent dat obese mensen, die eten meer dan ze werken. Ja, misschien wel. Ja, misschien wel. Maar ik ben verder geen biologe, lichaamsdinges. Zelf vind ik dat als mensen obese zijn, of een beetje dikker. Ja, what do I care? Net als een dikke bankier met heel veel geld. Wat dat doe ik hier? Als die bankier doodgaat, dan komt al dat geld vrij. En als jij heel dik bent en je gaat dood, nou al die koolstof, die komt gewoon weer vrij hoor. We begraven je wel onder een notenboom. En wij lekker hazelnoten eten. Ja, er wordt dan een hele hoop hazelnoten, hoor. Ja, ik doe er allemaal niet zo aan. Maar goed, hij die niet werkt zal niet eten. Dat staat in de Bijbel. Werken houdt je mager, dat kun je ook zeggen. Op je luie reet zitten, daar word je dik van.
Ik wil het ook. Ik werk bijna niet. En bedenk je dat ik eet? Ja, kom op. Maar bijna niks. Anders word ik obese. Kijk een buikje. Zo zat de Bijbel bestens vol met allemaal geweldige aspecten van ons menselijk zijn. En mijn dochter die kijkt me dan zo vermoeid aan van, oh pap. Je had gezegd dat ik een cadeautje kreeg. Nou, dit cadeautje is wel erg zwaar. Nou ja, good happy with her. Mij maakt het niet uit. Toen mijn dochter... Was ze toen... Ik denk wel, 11 was het toen. Ja, 11. En toen heb ik haar voorgelezen van Arthur Schopenhauer, een stukje. Gewoon een klein stukje. Ik had een hele mooie verzameling. Die moeten jullie ook lezen. Het is best echt erg leuk om te lezen. Dat kan je kopen, dat kost 10 euro. Dat is duurder dan een Koning Jacobus Bijbel die ik mijn dochter vandaag gegeven heb. Want die was maar 8,95. Heb je geen bladleggers erbij, maar... Dan moet je maar werken met van die stickies. Het zijn wel mooie dikke pagina's. Het is een handbare versie. Het past makkelijk in je rugzak. Ik zal nog, ja, misschien de volgende keer dat ik nog een keer langs ga in die winkel. Dat ik mijn camera meeneem. En dat ik aan die vrouw vraag. Van, wilt u aan de kijkeraars laten zien hoe mooi deze Bijbel is? En kunt u er wat meer over vertellen? Want wat is de Bijbel? Het is naar mijn mening, stotter. Het oudste boek in de zin van zorgvuldige boeken. Je hebt boeken zoals het boek The Lord of the Rings. The Lord of the Rings is een hartstikke leuk verhaal. Daar heb ik helemaal niks op tegen. En Gandalf komt eraan en die gaat vuurwerk afsteken en de bomen gaan praten en bewegen. Nou, je wordt er helemaal crazy van. Maar waar gaat de Lord of the Rings over? Over de rol van Sam. Dus de Lord of the Rings is net zoveel als het boek Esther. Of Rut. De Lord of the Rings, dat is maar... Sorry dat ik maar zei. Nee, het is al. Ja, dat moet toch maar zeggen. Ja. Het is maar zoveel pagina's van de Bijbel. En dan begint de Bijbel met de volgende. En dan krijg je Hosea nog. Nou. En helemaal ontmoedigd werd mijn dochter toen ik haar, dus voordat ze dat ding uit de kartonnen omhulsel haalde. Dat ik zei, eerst dat karton lezen. Zit er niet voor niets omheen. Want wat zit hier allemaal in? En met haar alles opgelezen en zij moest controleren in het boek of alles erin stond. Van ja, voor hetzelfde geld is het verkeerd afgeleverd. Ja, dan neem ik hem terug en dan heb ik zo een reimbursement hoor. Is niet nodig. Die Bijbel is helemaal correct. En toen kwamen we bij het punt, er was een bijbelstudie en die duurt maar 1 jaar. Oeh, en mijn dochter. Dat is een goed bericht. En ik heb helemaal geen zin om de Bijbel te gaan lezen. Ja, zei ik. En die bijbelstudie voor 1 jaar, snap je dat schema? Dus dan moet je op 1 januari beginnen...
Nou, dat mag voor mij ook op 30 april zijn, hoor. Dat maakt niet uit. Of 21 maart. Ergens in de lente. Waar maakt het uit? Ik zei ook tegen haar. En toen keek ze me echt zo aan van, oh, die vader van mij. Ik zei, wat je ook kan doen, je gaat toch met de trein naar school, of niet? Ja, dat is zo. Ze gaat van Arnhem naar Nijmegen met de OV-chip ellende. Want ze is student. En keihoge cijfers ook nog. Dus, oh jee, als dat maar fout gaat. Wat zeg ik nou weer? Dat is een grapje van vroeger, studentenmop. Ik zei, nou, dan zit je toch in de trein. En dan ga je 's morgens, want die bijbelstudie, dat is een jaar lang, hè. Dan moet je 's morgens, hebben ze gekozen om te beginnen met Matthäus. Geweldig plan. Zo'n eerste evangelie. En Matthäus in totaal, wat is het eigenlijk? Zoveel pagina's zijn dat niet, hoor. Zo uit. Het is een quick scan. Het is een snelle verkenning. En dat kost je een jaar. Ja. En dan 's morgens Matthäus 1 en dan 's avonds Genesis 1. En dan 's morgens Matthäus 2. Nee, Genesis 1. Kijk het schema maar na. Je kan ook andere verzinnen. Het maakt mij niet zo gek wel uit. Je zou eigenlijk een homeopathisch gesprek met iemand moeten hebben. Dat hij vertelt over zijn leven. En wat is er allemaal gebeurd, man? Wat is er aan de hand geweest? Wat is er dan... wat ging er dan goed? En wat ging er dan dinges? En wat? Een soort bijbelanalyticus. Dat is bijbelanalyse. Dat je aan de analytische therapie gaat. En je vertelt van, nou, dit is de deugdbarometer, dat deugdbarometer. En daar ben ik depressief van. En dat je tegen zo iemand kan zeggen van, oh, ik snap het al, jij moet Samuel 3 gaan doen. Nou, en daarvoor moet je beginnen met Samuel 1. Want als je Samuel 3 wil begrijpen, moet je eerst met Samuel 1 beginnen. Nou, dan vat je hem wel. Dat is een mooi liedje van een Amerikaanse zangeres. Lekker zo'n spichtig dingetje met een B-cupje. En dan van die grote ogen. Een brunette was het. Of zo. En die zong... Alles is al een keer gebeurd. Waar maak je je zorgen over? Ja, dat is waar. He, zo'n meisje uit Amerika, ongetwijfeld, door de katholieken aangestuurd. En die gaat een beetje met de sexy billen op het podium staan te zingen van alles is al een keer gebeurd. Ja, want het staat in de Bijbel. Oud nieuws. Jan Mapiri, als in de Bijbel de herhaling staat der dingen, dan is het dus eigenlijk een profetisch boek waarin wij kunnen zien wat er staat te gebeuren. Ja. Ja, klopt. Ja, maar dat vind ik angstaanjagend. Mag jij morgen, mag jij je aanmonsteren bij de Amerikaanse marine? En dan mag je gebombardeerd worden in Irak door ISIS. Kijken of je dat niet eng vindt. Of dat je dan achteraf denkt, nou weet ik wel, ik doe me toch maar liever de Bijbel lezen. En ook die mensen die denken van, ja, ik zit hier gewoon lekker in Nederland, ik zit in Nieuwerkerk, woon ik. En vroeger was daar een of andere milieuverontreinigingsprobleem, maar daar hebben we tegenwoordig helemaal geen last meer van. En ik woon in een doorzoonwoning, doorzonwoning. Ik heb 2 kinderen.
En die luisteren niet naar mij, maar dat maakt me ook niet uit. Ik ben blij. En die bommen op Irak, die voel ik niet. Ja, dan kan je lekker in je neus gaan lopen peuteren. En mijn dochter, dat zij vervelend is of zo. Het is niet voor straf dat ze hem moet lezen. Dan nou van onzin. Ze voelde wel van, oh, die vader van mij. Oh, ik ben zo blij dat ik bij mijn moeder woon. Ja, dat begrijp ik ook wel. Dat ze maar lekker bij de moeder wonen. Oh ja, en trouwens, als de moeder in de gaten krijgt dat zij een bijbel in huis heeft, dat... Oh. Doetje, man. En je mag het ook eigenlijk iemand niet geven, hè? Want als de mensen voor een boek, hè, dus de andere vraag is dan, hè, wat is het oudste en meest zorgvuldige boek? Nou, de bijbel. Kan je tegen inbrengen van, ja, we hebben die kleitabletten nog uit Babylonië. Ja, dat was voornamelijk handelstransacties. Nee? Piet heeft een geit geleverd aan Gerard. Ja, dus dan gaat Piet met een kleitablet naar de markt en die levert de kleitablet in en die krijgt dan 50 kippen of zo. Van die Babyloniërs is helemaal niks. Het Babylonische geloof, dat is ouder dan het christendom. Dat is zonder meer. Met de Holy Trinity. Wat is het? Semeritas? Je moet het echt uit je hoofd leren. Het is zo ingewikkeld. Je hebt Semeritas, maar die heet ook wel Astarte. En Semeritas had dan een man en die heette Nimrod. En toen was Nimrod dood. En hoe zat het in elkaar? Ja, ze heeft seks gehad met haar zoon. Daar kwam het op neer. Want dames die gaan seksen met hun zoon. Zoon. Een Z. Met het mannetje. Dus je hebt dus twee mannetjes en één vrouwtje. En het vrouwtje heeft seks met zowel de vader als de zoon. Ja, dat is Babylon. Dat zie je ook terug in het Egyptische. Want in Egypte hebben ze ook gezeten en heel handig de taal aangepast. En dan werd het Isis, Osiris en Horus. Ja, dat is alles van het Babylonische geloof. En het Babylonische geloof zegt voor de rest iedere zondag. Zo'n dag mag je ook best denken van mij, hoor. Iedere zondag. Oh, komen. En dan geld u leveren. En trouwens. En dan willen ze nog. Vroeger, dat is afgeschaft. De biecht bedoel ik. Hè? Vroeger deden ze de biecht. Gingen ze aan mensen vragen. Hey, wat heb je nou laatst gedaan? Vergeef mij. Vergeef mij, vader, want ik heb gezondigd. Oh, wat heb je er gedaan? Nou, ik heb... Wil je nog meer vertellen, mijn kind? Nou, nu is het doorvraagd. Die onderbroek. Oh. Nou, ik hoor het al. Ik denk dat jij nog iets meer moet vertellen. Ah, en dan lult ze iemand zich helemaal suf in het biechthokje. En meneer pastoor, die doet het allemaal in geheimnis. Alle lalala, nooit niet natuurlijk. Alles doorbrieven naar boven. Dat is Babylon. Dat is geen geloof, dat is helemaal niks. De Mahabharata is helemaal niks. De Dhammapada is helemaal niks. De I Ching. Ik val even stil, hè. De I Ching vind ik zorgvuldig. Dus een boek waarin niet gesproken wordt over het doel. Het is meer een tijdelijk
De I Ching is grappig. Dat is humoristisch. En I Ching is een humorboek. Ja, goed. Aan de I Ching is lang gewerkt. Dat is zonder meer. Het is niet zo oud als de Bijbel. De Bijbel is ouder. De Bijbel is waarschijnlijk 4 eeuwen ouder dan de I Ching. En misschien nog wel meer ouder dan de I Ching. Dat weten we niet helemaal. De Bijbel is minimaal 800 jaar ouder dan de I Ching. En de I Ching, ik heb het nog niet verteld, dat is een boek dat is geschreven in China. In Chinees, in dat beeldschrift. En het is vertaald voor het eerst in het Nederlands en Duits. Ik denk ergens in de 20e eeuw. Carl Gustav Jung, die Duitse psycholoog, die is erover begonnen. I Ching is een mooi boek. Vooral als je het gelooft. I Ching is een fortune cookie. Het maakt niet uit in welke situatie je zit. Je stelt een vraag aan de I Ching en je krijgt een antwoord waar je wat mee kan. Als je het goed leest. De I Ching is niet gewelddadig, is helemaal niks. In die zin. De I Ching spreekt over acceptatie en over hoe dingen ontwikkelen. Hoogtepunten, laagtepunten. Iets gaat omhoog, iets gaat omlaag en dat betekent dat het een herhaling is. Dat wat omhoog gaat, moet omlaag komen. Dat kan niet anders. En vice versa. De Bijbel vertelt het verhaal van de strijd die de zachtmoedigen hebben gehad met de omgeving. Oh, maar die dochter van jou, die kijkt naar Game of Thrones. En dat is er ook heel mooi. En Hollandse Next Topmodel. En Flikke Maastricht. En die andere dingen van Netflix. Daar leert ze toch ook van? Ja, het punt is, het gaat om de oude wijsheid. De gecomprimeerde wijsheid. Dat moet je leren. De natuurgelovigen, zoals Indianen, niet de mensen uit India, Indianen van Apache, die stonden stil bij de voorvaderen. En hun filosofie, zoals bij de Hopi-Indianen, die werd via de vocale, toch? Vocalieren. Mondig doorgegeven. Zeg, weet je dat nou? Irriteert me nou. Het zijn morfemen, is het correcte woord. Klanken. Klanken, die zijn geweldig. En een klank kan je heel veel doen. Het Nederlandse woord eh. Bijvoorbeeld. Eh.
in je stem, dan kan je een muziekje laten spelen. Hè? Dat meen je niet? Bijvoorbeeld, hè? De frase, dat meen je niet, dat is een regelrechte belediging. In de morfeem kan je zeggen, dat meen je niet. Dat is de kracht van het woord. Het geschreven woord heeft dat niet. Dan kan je proberen door in de tekst uitroeptekens te zetten, vraagtekens, puntje, puntje. Of God al beter het hoofdletters gaan gebruiken om te benadrukken. Of quoteringen, daar heb ik ook een broertje dood aan. Alsof je kan zingen met het geschreven woord. Dat kan niet. Het handige van het geschreven woord is dat het duidelijk is. Zoals je zegt, dat meen je niet. Dan zeg je, vertel daar eens wat meer over. En als je goed kan zingen, dan kan je de meest grove beledigingen uiten naar Jan en alle man in de kroeg. En jij hebt alleen maar rooibos thee op en de rest minimaal 5 wodka's. Om te beginnen dan, hè? Daarna kan je dat wel met nuchtere mensen ook. Hè? Het geschreven woord, dat is een lastig ding. En het heeft ons mensen tot nu toe. In 1611 was die klaar en in 1400 voor onze jaartelling is die begonnen. Dus dat is een project van meer dan 3 millennia. Om dat samen te stellen. Daar kan geen Koran tegenop. Ook geen I Ching. De I Ching is geschreven in. Wat moet je dan gokken in 300 jaar? Maximaal. Dat vertelt ook niet zoveel. Het beschrijft, de I Ching beschrijft ons bestaan in 64 stadia. En per stadia een aantal zetten, zou je kunnen zeggen. Vanuit dit stadium kan je die kant op. En vanuit dit stadium kan je die kant op. En waar moet je je aan vastklampen? Altijd dezelfde 6 dingen. 6. Houd het in de gaten. De allerdomste fout die je als westerling kan maken is te denken dat de Chinezen dom zijn. Dit was een boodschap van mijn vader. En niet van mij. Niet van Perry Winkel. Knoop het in je oren, alsjeblieft. En de Chinezen zijn in toenemende mate de Bijbel aan het lezen. Dus om jullie maar even angst aan te jagen. En ze worden vet vervolgd. By the way. De Bijbel is de handleiding die de mensen hebben opgeschreven voor zichzelf. Is erg handig. Geschreven woord. Ik kan er niks aan doen. Het is jullie lot ook om de Bijbel te gaan lezen. Ja, maar Perry, Genesis 1, vers 1. Dan haak ik gelijk al af.
dat is cool. Ik heb ook met mezelf afgesproken dat ik wil dat mijn dochter de Bijbel leest. In de temporaliteit. In de logica. Dat iets niet zeker is, het kan links of rechts gaan. Contingency. Engelse term. Het kan A of B worden. En zo is het ook. Dus als ik zeg dat ik wil dat mijn dochter de Bijbel leest, dan houdt dat in dat het ook kan zijn dat mijn dochter dat helemaal niet gaat doen. Ben ik dan ongelukkig? Ik stel jullie een vraag. Het is een logica-puzzel. Axioma. Axioma, uitgangspunt. Ik wil dat mijn dochter de Bijbel leest. Als Nina, mijn dochter, de Bijbel niet leest, wat dan? TikTok gaat de klok. Grote klokken die doen ding, doen, ding, doen, kleine. Ken je dat liedje nog van vroeger? Polshorloges die doen tik-tok, tik-tok, tik-tok. Dat is heel simpel. Als dat kind, ze is 18, als ze de Bijbel niet gaat lezen, is het mijn dochter niet. Want mijn dochter leest de Bijbel. Mijn dochter heeft respect voor dat ploegwerk. Mijn dochter mag ook naar kinderen het porno kijken. Dat vind ik best. Voor de lol. Mijn dochter mag hamburgers eten bij de Kentucky Fried Chicken. Ik vraag me af hoe ze bij de Kentucky Fried Chicken aan dat hamburgervlees komen. De McDonald's was aan de andere kant van de snelweg en daar had ik geen zin in. Dan maar naar de Kentucky Fried Chicken. En over Schopenhauer. Schopenhauer heeft gezegd, dat mooie boek wat jullie dus moeten kopen, dat kost een tientje. En dat is gepubliceerd onder de naam Er is geen vrouw die deugt. Hoi, hoi, halleluja, prijs de Heer. Ja, maar Perry, Arthur Schopenhauer, dat was zo'n terroristische, echt heel erg tegen vrouwen. En hij was, en hij had ze, ja, papa, papa, papa. Aap. Hij heeft niet echt gezegd, er is geen vrouw die deugt. Hij schreef in het Duits, hè, Arthur Schopenhauer. Hij heeft niet geschreven, es gibt kein Weib, das deugt. Dat heeft hij niet opgeschreven. Dat is een conclusie. Een existentiële conclusie. Het is een maatschappijkritiek, heet dat. En dat mag. Je mag toch gewoon zeiken over deze maatschappij. En trouwens heden ten dagen ook nog hoor. Want met mijn dochter moet ik het niet hebben over wat ik vind van haar moeder. Dat ligt allemaal heel gevoelig. Oh ja, mama is zielig. Ja.
Ja, mama weet gewoon niet van Genesis 2. Gewoon geen reet van begrepen. Ja, en domheid, uiteindelijk ga je eraan kapot, hè? Anyway, in dat boek, dat Nederlandse boek, dus Er is geen vrouw die deugt, vanuit de Schopenhauer, kost een tientje. Gloedje nieuwtje. Als je een beetje je best doet. En nee, die van mij mag je niet overnemen. Die bewaar ik. Dat is mijn exemplaar. Een paperback. Daar staat in dat je kinderen niet te vroeg moet lastigvallen met filosofie. Ah, ben ik het niet eens. Heb ik mijn dochter voorgelezen. Van kijk, dit zegt oom Arthur Schopenhauer. Oom Arthur Schopenhauer zegt niet voor het zoveelste jaar filosofie geven. Want ik ken dus helemaal niet tegen. Maar mijn dochter is nu 18. Ja, ze gaat een keer voor de bijl. Of ze loopt het risico dat ze als een vrij varken, om even terug te komen op die arme varkens die zielig zijn, maar dat zij als een vrij varken regelrecht naar de maren gaat lopen. Naar de dokter. Ben ik gezond? Oh, zegt de dokter. Ja, je bent gezond. Je mag op de transportbaan. Yep. En als zij zo dom is om dat te gaan doen, dan is het niet mijn schuld. Ik heb mijn best gedaan. Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan het niet dwingen om te gaan drinken. En ik ben van mijn schuld af. Zij heeft aan mij niks meer te vragen. Behalve over de koning Jacobus Bijbel uit 1611. En zij een beetje grinniken tegen mij. Ja, dat is al meer dan 400 jaar oud. Ja? Denk eens even na. Hoeveel Joodse mensen hier in Nederland wonen? Ja, maar Perry, de Joden die hebben Christus gekruisigd, dus dat lijkt me een heel erg smerige, stinkende toestand. Want van christenen hebben dus per definitie ruzie met de Joden, want die hebben Christus vermoord. Nee! Stupiditeit is onvergeeflijk. Dus als mijn dochter de Bijbel niet gaat lezen, is het mijn dochter niet. Punt. Dat is klaar, hè? Don't cry for me, Argentina. Ik kan zeggen tegen de heren, ik heb haar de koning Jacobus Bijbel gegeven uit 1611. En wat moest ik dan meer doen? Ben je ontevreden over mijn presteren? Tegen God dan, hè? Als God tegen mij zegt, ja, nou, ik vind je best een behoorlijke sukkel. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Ik ben niet zo goed als mijn neef. Christus Jezus. Ik ben niet zo goed als hij. Hij was beter. Ik wou dat ik zo goed was. Jeetje, mijn Christus. Hij had een grote bek met zijn 33ste, man. Hij heeft hem zijn kop gekost. Dat had ik moeten doen. Maar ik ben zo'n langzame, zo'n slomo. Ik hobbel overal achteraan. Ja, maar Piri, zit je nou te zeuren over jezelf? Ja, ja, precies. Ik zeur over mezelf. Dat jullie vooral weten dat ik gelijk heb. Dat is het voordeel van de langzame mens. Want jullie snappen er echt helemaal niks van. Mijn lieve medeburgers.
He, al die immigranten die hier naartoe komen, ik snap echt niet waarom ze hier willen immigreren. Nee, als je aan mij zou vragen, waarom wil jij immigreren of emigreren, zou ik zeggen, ja, graag. Waar mag ik naartoe? En het eerste wat ik wil is naar het zuiden. Hop, lekker in de zon zitten. Een bruine balzak krijgen. Tomaten eten elke dag voor een dubbeltje de kilo. Ik weet het, hoe het eraan toe gaat daar in het zuiden. Lekker veel frisse lucht. Stikhitte. In Marokko heb je niet zoiets als een sauna-industrie. Dat heb je alleen maar in het noorden. Of Aruba. En die lui die komen hier naartoe. En wat kan het? Nou, helemaal niks. Totale bullcrap. Kan het een Bijbel lezen? Nee, het kan niet lezen. Dus ja. Hey, dan gaat de Bijbel aan je voorbij. Doei. Aju. Paraplu. Ja, maar Perry, zo'n geschreven boek in deze uitzending duurt al zo lang. Ik weet niet wat ik ermee moet, hoor. Nou, wat je ermee moet, is het kennis van nemen. God houdt van ons. Dat is. Hè? God wilde Adam. Dat was een vooropgesteld plan. Dus Adam was er al toen, voor het begin, of tijdens het begin, was Adam er al. Waarom anders? Ja, dus jij zegt eventjes dat God ons verdoemd heeft om te leven op deze wereld en daar wat van te maken en dan heel veel kinderen te krijgen. Dat zeg ik. Ja, exact. Ja. Ja, precies dat. Ja. Ja, maar wat denkt God dan over bommen gooien op Irak? Goeie vraag. In het Oude Testament stond, als je weet dat er ergens antichristelijke mensen, antibijbelse mensen wonen, afslachten. Ja, maar dat is nog niet gelukt. Ja, dat klopt. Dat is niet gelukt. Dat was een leuk plan. Geef toe. Dat kan je toch zelf ook verzinnen? Hey, denk een beetje na, man. Heb je nog twee logische hersencellen die met elkaar kunnen converseren? Het was een goed plan. Om iedereen die het woord van God niet gehoorzaamde, af te slachten. En een enkeling, die kan je in de gevangenis zetten. En dan krijgt hij allemaal puistjes. En dan krijgt hij darmkooldinges. En dan aan de scheiterij. En dan komen die vrouwen langs om zijn billen af te vegen van zijn diarree. En dan bekeert hij wel. Ja, dat was toch te proberen? Ja, ben ik nou hier de homo? Of zijn jullie dat? Dat was toch een goed plan? Maar dat werkte niet. Niet op de lange termijn. Dus besloot God, en dat zijn wij met z'n allen, want alleen God houdt alleen van ons allen. God wil een wereldorde. En wij houden ons aan zijn wet en wij lezen de woorden van de profeten.
En de rest, die kan echt God zijn rug op. Om het maar even homoïstisch te zeggen. Zo is het. Ik kan wel janken. Vanuit alle hoeken, mensen. Mensen. Vroeger kon je nog zeggen tegen mij van ja, maar de Upanishads, die staat iets heel anders in. Nee, daar staat helemaal niet iets anders in. En de Upanishads, dat was een stuk later als het boek Genesis. Is dat goed begrip? Er is nog nooit een auto in Japan opgetekend en toen uitgevoerd en dat daar een succeswerk van gemaakt werd in Amerika. Dat ze dat ontwerp gingen overnemen. Never. Ja, maar Piggy, wil je nou vertellen dat die Japanners dommer zijn dan de Westerling? Oh. Nou, niet per se. Nee. Het is gewoon statistiek. Ja, maar Piggy, als je stilstaat bij bepaalde gebeurtenissen die gebeurd zijn, dan heb je toch een bepaalde mening over dingen, omdat je bij die dingen stilstaat. Ja, het is gewoon zo. Auto's, zeg maar, wat weet je nog meer? Ik hou niet van vaccinatie en allopathie. Ik krijg daar diarree van. Die rotzooi komt ook uit het Westen. En homeopathie ook. Nog wat meer. En dat is geen rotzooi. Rudolf Steiner. Die man die de antroposofie op de kaart heeft gezet. Die heeft gezegd, een mens die het Nieuwe Testament niet begrijpt, dat is een idioot. Ik kan eraan toevoegen, een mens die Genesis 1 vers 1 niet begrijpt, dat is een idioot. De allergrootste IQ-test. Hè? Zit je boven de 100 of eronder? Als je begrijpt Genesis 1 vers 1, dan heb je een IQ van 100. Hoppakee. Als je Genesis 1 vers 2 ook begrijpt, ja, dan gaan we hard racen. Er is een mooi Nederlands nummer van Jenny Arian. Kan ik dat nu nog aansluiten? Ja, dat kan ik wel. Als jullie dat leuk vinden, dat denk ik wel. Dat past mooi bij deze uitzending over mijn eerste Koning Jacobus Bijbel. Dat wordt heel spannend. Want ik heb een ongelooflijk goed geheugen. Ik moet eventjes voorover buigen om een kabeltje te zoeken. Wat een gedoe, man, met zo'n studio. Je moet dat zelf ook gaan doen, denk ik, hoor. Al was het alleen maar om de uitzendingen van mij en Jörg Liesman te promoten. Nou, dan moet die audio moet binnenkomen. Jullie kunnen geen beeld zien, maar dat maakt geen donder uit. Jenny Arian. En dan vluchten kan niet meer.
nummer hoog. Dan gaat zij zingen. Jammer dat jullie deze video niet zien. Weet je wat? Ik stop deze opname. En ik ga een screencast maken. Een cliffhanger is het dus, hè? Frans Halsema. Dat is een homo. En Jenny Arian. Yeah, man, dat wordt de volgende. En dan lekker doordenderen over de Bijbel. En dat jullie wat gaan leren. Wat voor gewoon homo gezeur tegenwoordig. Nee, wij hebben het tot. Ik zou het niet officieel goed doen. Want dit is een cliffhanger, ja? De volgende uitzending gaat verder.